Hi. Hi. Nee. Goedemorgen. Dat is veel te blij. Ik kan echt niet. Het is. Hoe dat was? Half negen. En ik ben hier met Esmee. Mag wel iets enthousiaster. Yay, Esmee. Wij zijn onderweg naar de Jumbo. Want wij gaan drinken en eten halen. We gaan naar Walibi. Yay! We zijn misschien niet zo enthousiast omdat we tot half drie of twee uur of zo Pokémon aan het kijken waren. Want we konden niet slapen, dus we dachten van, het is misschien een goed idee om Pokémon te gaan kijken. Het was geen goed idee. Kijk even hoe langzaam ze lopen. Iets meer enthousiasme mag wel. Ik en Esmee lopen terug naar mijn huis. Wat een stomme persoon is haar idee en haar pinpas bij mij vergeten. Ik ben zwaar teleurgesteld in jou. We gaan zelf scannen in de Jumbo. Dit is Twan. Dit is Jojanneke. Dit is mijn huis later. Dat is een Martijn. Echt niet. Wilde Martijn. Hi. We staan op een parkeerplaats, want ze wilden dus even roken. Van rook ga je dood, mensen, rook niet. Maar we waren dus de weg een beetje kwijt of zo. En dan zijn we nog steeds in Walibi en het duurt echt lang. Ik wil gewoon hashtag hard gaan, weet je wel. Hashtag hard gaan. Hashtag hard gaan. Hashtag hard gaan. Ik heb een platte grond. Het gaat alleen niet open. Oh. Esmee gaat wel weer op de grond hoor. Met heel veel. Wat doe je? Neem toch vijf van die dingen mee. Martijn, ben je er klaar voor? Nee, echt. Esmee, ben je er klaar voor? Altijd. Ik weet niet, maar... Kijk, Walibi. Kijk die hangmat. Nee, die doe echt niet. Oei. Nee, stop, Martijn. Ze zit alweer op de grond. Alweer. Esmee, wat doe je? Ik heb geen lepel. Kijk, dat is een portret van Twan. Ja, dat ben ik. Lijfsprekend. Wil hem nou niet irriteren. Ga er nou naast staan. Kijk, dat is Twan. Ja, hè. We vermissen tweelingbroer. Dit is hoe het werkt. Oké, okay. Met Twan gingen we in dat, want dat draait. Het was wel een lekker windje, maar ik ben wel een beetje misselijk. Het is warm, het is echt, hoeveel graden is het? 32 of zo? 300. Oh, het is 300 graden. Het is echt wel bij een mooie muur hier trouwens zo. Welke ben je nieuwe ASMR van? Nou. We zeiden in dat, deze huislijn ding is gegaan. En Twan en Esmee die kunnen het leven niet meer aan nu. Ze zijn een beetje klaar mee. Helemaal net! We gingen in die bankdinges en ze deden ook. Hi. Ze deden dat water hoog. En we zijn allemaal hartstikke nat. Dit is echt heel lekker los. Ik geniet echt hiervan. Dit is echt misschien het lekkerste wat we vandaag hebben gedaan. Het is zo fijn. Nog een keer. Ik ben nu al verkouden. Oh. Dan kunnen we verder gaan, want anders nee. Is het zielig. Oh. Hi. Hi. Wat heb jij gehaald, ik meid? Ik heb een kipnugget dinges. Kipnugget. Oh, kipnugget. Dit zijn echt geen... Ik zat letterlijk zo. Wat doen wij in Walibi? Pokémon. Pokémon. Dat is echt vet nutteloos. Er zitten wel veel pokestops hier. Waarom gaan we Pokémon spelen in Walibi? Kom op, wat hebben we hier voor leven? Je speelt ook Pokémon, hou op! Hey, Esmee staat in een achtbaan. Goals. Squad goals. Esmee, je gaat... Oh. We weten nu al dat Esmee wordt niet zo'n goede bestuurder later. Ik ga wel uitstappen en gaan lopen. Ik ben 16 jaar, ik doe dit nooit. Hij is eigenlijk heel klein met dat ding. Ja. En we hebben een heel mooi huisje hier. Laat me alsjeblieft niet vallen. Ik laat hem niet vallen. Een heel mooi uitzicht hier. Het is echt heel mooi. Kijk, een reddingsband.
Oh. Waar gaat het helemaal heen? Heel auto, bijzonder. Dit is een geest. Nou. Wij zijn meteen. Dus we zijn nog een rondje gegaan in. Maar in de gele Amerikaanse taxi. Hand aan het stuur! Dan is de taxichauffeur. We weten niet goed, Martijn en Esmee zitten in de politieauto. Hoor je dit? Even serieus? Ja. Dit is de vierde keer dat we dit liedje horen. Toetoot! Hashtag hard gaan. Ik heb besloten, omdat ik Esmee het ook zag doen, om even Pokémon Go te gaan spelen in de auto. Gezellig, ik stap zo wel uit. Nee, je bent aan het rijden. Kiki, do you love me? I'm riding. Nee, nou, na vier rondjes in de autotjes kijk, zijn we. Esmee, ik zweer het niet doen nu. Echt niet doen. Na vier dat rondjes. We kennen jou allemaal. Ik probeer hier een vlog te maken. Sorry, ja. Na vier rondjes in de auto zijn we in het reuzenrad gegaan. En het is echt een ziek lekker windje hier. Dit park is echt leeg. Doe je dan dood? Dit is echt niet normaal. Ook al voel ik mezelf ook hartstikke dood, maar alles voor de vlog. Trommelde ook bij. Het is echt donker. Je ziet echt niks. We zijn echt spoken. Maar kijk hoe rustig het is. Er loopt gewoon niemand hier. Dat was hashtag hard gaan vandaag. Nou, de boys die zijn al naar de car. Lekker Engels en Nederlands, Janneke dit. Het is warm, oké? Ons Nederlands kan niet meer functioneren. Wij zijn nog steeds Walibi. Ja, Esmee typte dus in onze groep, vriendengroeps-app dinges. Wij ben Walibi. In plaats van gewoon normaal, wij zijn Walibi. Maar het is oké, we houden er nog steeds van Esmee. En dat rijmde en nu voel ik me echt Shakespeare. Hashtag hard gaan. Hashtag hard gaan. Ik ben nu thuis, alleen iedereen hier slaapt al. Dus ik sta nu zeg maar in mijn schuur om even deze video te beëindigen. Want ik wil geen mensen wakker maken. Even kijken, het is 1 uur 's nachts. Ik zie jullie waarschijnlijk over 5 jaar weer. Als ik weer wat spannends doe in mijn leven wat ik kan vloggen. Bye!